De tweede genomineerde voor de ondernemersprijs Pela Maas is wilskracht. Er bestaan veel misverstanden over hoogbegaafdheid. De realiteit is vaak anders en kan problemen met zich meebrengen, zoals onderpresteren op school of werk, woedeaanvallen of agressiviteit, slecht of helemaal niet meer gemotiveerd zijn. Wilskracht zorgt ervoor dat hoogbegaafden leren navigeren met en inzicht krijgen in hun hoogbegaafdheid. Hoe? Door Wilskracht eigen ontwikkelde unieke werkwijze en systemische methode. En waarom heb je ze zo in de vingers neergezet? Er zijn meerdere hoogbegaafdheidsspecialisten die met een cliënt en zijn omgeving aan de slag gaan. De kracht zit hem in die samenwerking. Wilskracht is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot het expertisecentrum Hoogbegaafdheid voor Noord- en Midden-Limburg. Met het doel dat hoogbegaafde mensen mogen zijn wie ze zijn. De uitreiking van de Kiwanis Ondernemersprijs komt er weer aan. En daarom stellen alle vijf de genomineerden zich voor hier in PNM vandaag. En we trappen af met het enige bedrijf dat genomineerd is buiten Panningen, namelijk Wilskracht uit Maasbree. En aangeschoven van Wilskracht zijn dus Wilma Tellings en ook Marianne Halverkamps. Fijn dat jullie er zijn. We hebben net een filmpje gezien van jullie bedrijf. Hè. Jullie zetten je natuurlijk in voor mensen die hoogbegaafd zijn. Wilma, wat zegt het dat jullie überhaupt nodig zijn? We zien eigenlijk al heel lange tijd dat hoogbegaafdheid dat wel wat vraagt, aandacht vraagt. En dat daar nogal wat verkeerde aannames vaak over zijn. Dat de gedachte wordt, dat zijn allemaal de slimme mensen, de Einsteins, die komen er vanzelf wel. Maar de praktijk is toch een stuk weer barstiger. Het is heel erg belangrijk dat hoogbegaafdheid echt erkend wordt. En dat echt wordt gezien wat de onderliggende de behoefte zijn om goed tot ontwikkeling te komen. En als dat niet gebeurt, dan kunnen daar wel problemen door ontstaan. Doordat ze er niet in gezien zijn. En die problemen, daarmee kunnen mensen wel heel erg vast gaan lopen. Dus dat maakt het wel heel erg nodig dat daar meer bekendheid over komt en ook wel wat het eigenlijk nou precies inhoudt. En dat is nogal een complexiteit, zeg maar. Wij maken ons daar hard voor. Wat maakt het zo complex? Het is echt een wezenlijk andere manier van denken. Echt wel een andere breinwerking. Er zitten ook wel, buiten dat mensen wel weten van hoe we hebben met met wel wat slimme mensen te maken, is het, en dat het echt een andere manier van denken is, zitten er ook echt andere zijnskenmerken aan hoogbegaafdheid. Dan hebben we het over hoogsensitiviteit, een sterke vorm van perfectionisme. Sterker kritisch ingesteld zijn. Dat zijn wel kenmerken die natuurlijk ook van alles doen. Hè. Die veel meer gaat over de binnenwereld. En daar liggen ook echt wel andere behoeftes. En dat betekent wel dat daar wel wat mee moet gebeuren, zeg maar. Wil je goed tot ontwikkeling komen. Ja, wanneer was dat moment voor jullie, Marianne, dat jullie dachten van hier moeten we iets mee? Nou, wat Wilma al zegt, we doen het al een hele lange tijd. En voorheen zaten we eigenlijk jeugdzorg breed. En een jaar of 4 geleden toen we elkaar ontmoet. Toen kwamen we eigenlijk er toch wel bij uit met het team wat we toen hadden van hey, dit is wel echt het moment om nu die keuze te gaan maken om echt deze doelgroep om hier voor te gaan staan. Ja, want het zijn niet alleen maar jongeren, hè? Het zijn ook volwassenen. Dus het is ook wel echt wel toch nog wel een brede doelgroep eigenlijk waar jullie je op richten. Ja. Klopt. Er zijn veel misverstanden, zeggen jullie al. Ik hoor het zelf ook in mijn omgeving als het gaat over hoogbegaafdheid. Lekker slim, dat is best wel handig. Maar wat komen jullie tegen? Hoe anders kan dat ook zijn? Nou, wat we vaak zien is dat er heel veel misdiagnoses zijn. Hè? De jongeren, maar ook volwassenen die bij ons komen, die hebben vaak al een heel traject achter de rug. Omdat er vaak toch ingestoken wordt op gedrag. En niet gekeken wordt van, waar komt het gedrag nu eigenlijk vandaan? Dus wij zien vaak al kinderen die al een hele weg in hulpverlening hebben gehad. En eigenlijk altijd niet gezien zijn. En ook op school niet. En komen jullie dan eigenlijk pas aan het einde van dat traject in beeld? Of ook al veel eerder? Gelukkig is het wel dat we steeds eerder aan de voorkant komen.
ja, daar steken we ook wel heel sterk op in. Hè. We nemen ook echt wel het sociaal domein, onderwijs steeds meer mee in het signaleren. Van hé, wat betekent het nou eigenlijk als je een hoogbegaafd kind in je klas hebt of in je omgeving hebt? Nou, we helpen ze eigenlijk om dat vroegtijdig te signaleren, om er samen op in te kunnen spelen. Ja, want Wilma, wat kunnen bijvoorbeeld leraressen doen van kinderen of leraren doen van kinderen op het moment dat zij inderdaad iemand in de klas hebben die hoogbegaafd is? Ja, het allerbelangrijkste is dat je het kind ziet. En ja, vervolgens dat, hè, het echte, zeg maar, authentiek contact maken, dat is altijd het allerbelangrijkste. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet alleen voor een hoogbegaafd kind, dat geldt voor ieder kind. Hoogbegaafden hebben daar wel een enorme voelspriet voor, hè, of je authentiek bent of niet. En dan komt wel, ja, de onderliggende behoeftes, hè, het echt ook anders denken, andere manier van informatie verwerken, dat vraagt wel een andere aanpak. En ja, goed, het is, ja, hoogbegaafd zitten, hè, ook gewoon in het reguliere onderwijs. En het reguliere onderwijs is natuurlijk op een bepaalde manier ingericht. En je ziet vaak dat dat niet aansluit, of niet voldoende, of niet goed aansluit op wat hoogbegaafden nodig hebben. En daar kan het wel uit de pas gaan lopen. En dan is het gewoon heel erg belangrijk, wat kun je doen als school of als leerkracht of als docent op een voortgezet onderwijs. Wat kun je doen om hier beter op aan te sluiten? En ja, dat vraagt nu vaak toch nog best wel maatwerk, zeg maar. Ja, en je ziet dan toch wel, dat moet dan ingepast worden in het reguliere systeem. En dat vraagt natuurlijk vaak wel, wel extra's. Maar goed, je ziet wel dat dat steeds meer komt. En gelukkig wordt daar ook steeds meer aan gedaan. Is daar steeds meer aandacht voor. Dus we maken zeker stappen. Maar goed, het gaat nog langzaam, zeg maar. En dat betekent wel dat je in het huidige systeem moet kijken wat kan en wat is haalbaar. En wat is er ook nodig naar de toekomst toe. Ja, op die manier hebben jullie ook jullie eigen unieke werkwijze. Hè? Hoe is die precies tot stand gekomen, zelf ontwikkeld? Ja. Ja, er is niet echt een soort van methodiek waarvan je zegt, nou, dit ga je met hoogbegaafden doen en dan hebben we 100% slagingskans, zeg maar. Omdat het ook wel zo'n complexiteit is. En het is een min of meer een soort containerbegrip. Hoogbegaafdheid heeft natuurlijk ook allerlei nuances en differentiaties. Dus je kunt daar niet zomaar iets op plakken. Hè. We noemen het dan hoogbegaafdheid, maar ook daarin zijn heel veel verschillen. Dus je zult echt wel moeten kijken van wat is dit voor persoon, wat voor soort profielachtige hoogbegaafdheid hebben we mee te maken. Wat heeft dit kind of die volwassene echt nodig om echt goed tot z'n recht te komen? Waar zitten echt de eigen unieke talenten en kwaliteiten? Daar moet je wel naar op zoek gaan. En wij hebben daar zelf een methodiek en een werkwijze in gevonden, waarin wij merken dat dat gewoon heel erg succesvol is. En dat hebben wij ontwikkeld in de loop van de jaren met elkaar, met de experts die we in huis hebben. Waardoor we dat steeds maar hebben kunnen verfijnen met trial error. Dit werkt wel, dit werkt niet. Totdat we echt wel nu merken van hey, we hebben echt wel iets in handen waarin we toch wel revolutionair zijn. Ja. Ja. En waaraan merk je dat dan, Marianne? Wat maakt jullie dan zo revolutionair en onderscheidend? Ja, wat we heel erg merken is dat we mensen ook echt wel in hun kracht krijgen. Hè? En dat ze gezien worden. En vooral het hele systemische stuk. Dat is echt wel iets wat, ja, wat bij ons echt heel belangrijk is. He, dus zowel de ouders meenemen als andere mensen die belangrijk zijn in de omgeving. Maar ook het onderwijs. He, en bij volwassenen nemen we de werkgever mee. Waar we ook heel erg voor staan is dat systemische stuk in het team. He, we vinden het ook heel belangrijk om te kijken naar onze mensen. Van hey, wie hebben we in huis? En los van expertise, wie past er ook het beste bij een bepaalde persoon die bij ons komt voor hulp? Dus dat is wel iets wat ons wel uniek maakt. De manier hoe we dat doen en hoe we dat aanvliegen. Ja, dat maakt wel het verschil. Ja, en jullie werken ook echt met experts, hè? Ja. 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 Ja, jullie zijn natuurlijk ook gewoon hard gegroeid. Hè? Daar hadden we het straks al eventjes over. Ook, hè, van waarom zijn jullie nou eigenlijk nodig? Maar hoe heeft die groei eruit gezien de afgelopen jaren? Ja, die ging met vallen en opstaan.
Ja, je voelt gewoon dat die behoefte die ligt al heel erg lang, maar die is eigenlijk jarenlang niet gezien. En je merkt dat het, doordat je antwoord geeft op een behoefte die er ligt, maar waar nog niks voor was, dat dat ook een aanzuigende werking heeft. Dus je merkt ook dat dat balletje heel snel gaat rollen en mensen de weg naar wilskracht heel snel weten te vinden. Ja, hoe gaan jullie de jury overtuigen om de ondernemersprijs naar jullie toe te trekken? Ja, ik denk vooral door onszelf te zijn en gewoon echt neer te zetten waar onze kracht ligt. Ik denk dat het verhaal en hoe we dat gaan doen al zoveel kracht neerzet dat we het... Dat we ook echt wel daarmee denken van, hé, daar zetten we iets mee neer. Los van of we nou een jury moeten overtuigen. Of we hebben ook niet zozeer het gevoel dat we iemand moeten overtuigen of dat we mensen moeten overtuigen. Het is vooral daarbij weer voor staan. En dat is oké. Okay. En voor ons is het al geslaagd. Ja, ja. Dus als jullie winnen, dan is het eigenlijk vooral erkenning. Ja, zeg je precies goed. Ja, en dat geeft jullie dan natuurlijk gewoon weer veel kracht om ook weer een goede moed door te gaan met waar jullie mee hebben begonnen. En het podium ook mogen geven aan deze mensen die dat ook hartstikke hard verdienen, zeg maar. Succes, want op 6 november dan gaat het gebeuren. Dan weten we natuurlijk meer, dan weten we uiteindelijk wie de winnaar is van die Kiwanis Ondernemersprijs 2024 in DOC 6 is dan de uitreiking. Dank en nogmaals veel succes. Dankjewel.